Dit laatste verschijnsel noemt men Wilfried Vinkers. Een vrij ernstig verschijnsel volgens de boeken. Maar hij komt bij ons de familie gelukkig maar weinig voor. Oh, hij is een goede jongen hoor, echt waar. Hij is een doorgoede jongen. Je kijkt hem dwars door het harm. Hij is zo eigenaardig. Hij is zo... Ik kan het niet anders zeggen. Hij is zo apart. Oh, het is zo'n... Hij is zo... eindgedreid. Zo... Hoe zeg je dat dan? Zo'n stelting drawing. Zo... Het is zo'n apart. Hoe zeg je dat? Zo'n apart. Hij is zo anders dan wie of wat dan ook. Dat ik me wel eens afvraag, hoe is het toch überhaupt mogelijk dat het familie van ons is? Onder ons gezegd en gezwegen denk ik wel eens heel stiekem dat mijn broer is geadopteerd. Maar ja, uit welk land? De Efteling of zo? Of de Galapagos-eilanden, daar lopen ook allerlei mutaties. Ik houd op de Galapagos-eilanden, want mijn broer heeft biologie gestudeerd. En hij heeft ook helemaal een tik van die Galapagos-eilanden, hè. Ja, mijn broer heeft biologie gestudeerd. Ja, kopie gobbie. Ja, mijn broer is echt een man van de wetenschap, hè. Dat is alles voor hem. De wetenschap. Hij leeft ervoor. Ik vind het ook wel leuk, hoor, de wetenschap. Ik vind het wel leuk. Maar om nou te zeggen dat dat alles is. Maar hij heeft er genoeg aan, hè. Ja, vooruit, klaar. Mooi. Ja, wie ben ik dan, hè. Maar ik begrijp dat niet zo goed, dat alles is. Mijn broer heeft als wetenschappelijk bioloog hier beneden in Zuid-Limburg 5 jaar lang... Ja, en dan moet u nagaan. En met 5 jaar, daar bedoel ik mee. 1, 2, 3, 4... 5 jaren lang... Nou, dat is dacht ik knap lang... 5 jaar lang heeft mijn broer als wetenschappelijk bioloog hier beneden in Zuid-Limburg het zwemgedrag van dassen onderzocht. Kunnen ze er iets mee voorstellen? Hij heeft dus 5 jaar lang het zwemgedrag van dassen onderzocht. Eindconclusie van het onderzoek was: dassen kunnen niet zwemmen.